John Mol schijnt volgens Wilfred Gené bezorgd te zijn over de kijkcijfers van Vandaag Inside. De invloedrijke TV-magnaat houdt naar verluid nauwlettend in de gaten hoe de kijkers reageren op het programma, en daarbij uit hij soms zijn bedenkingen over de dalende kijktijd en de vergrijzing van het publiek. Dat heeft hij tenminste mompelend laten doorschemeren, al dus Gené. Vandaag Inside is zonder twijfel een van de belangrijkste programma's die SBS 6 ooit heeft gehad. Onder leiding van Wilfred Gené heeft de talkshow het station weer stevig op de kaart gezet. Maar ondanks het succes is John de Mol niet louter tevreden. Naar verluid volgt hij de kijkcijfers op de voet en kan hij behoorlijk kritisch zijn. Wilfred Gené zelf verdient jaarlijks zo'n 1,3 miljoen euro, maar de reclameinkomsten zijn vele malen hoger, naar schatting tussen de 10 en 15 miljoen euro per jaar. Toch mompelde John de Mol laatst dat de gemiddelde kijktijd wat terugloopt en dat het publiek behoorlijk oud is, vertelt Gene in een interview met Quote. Gene geeft aan niet vaak contact te hebben met John de Mol. Laatst was hij even in de studio vanwege Johans verjaardag, maar verder zie ik hem eigenlijk nooit. Hij is zich ervan bewust dat de Mol hem soms als lastig beschouwt. Kennelijk vinden ze mijn directheid niet altijd prettig in dit vak, maar mijn bedoelingen zijn altijd goed. Ik handel altijd in het belang van het programma. Een ding is zeker, vandaag in site blijft de gemoederen bezighouden, en daar kan John de Mol tevreden over zijn. Mensen denken vaak dat we uit zijn op relletjes, maar man, ik zou willen dat we ze soms niet hadden, want het levert zoveel gedoe op. Vanwege de Aquasirel zijn destijds ook behoorlijk wat sponsors afgehaakt. Het programma is niet bijzonder populair onder sponsors. Heb je als kijker het idee dat er minder sponsors zijn dan vroeger? Dat komt doordat we nu een sponsor hebben die het programma bijna domineert. Bad City, redactie. Opmerkelijk is dat Wilfred Gene niet veel inspraak lijkt te hebben bij Talpa. Zo weigert TV-baas Frans Klein hem een eigen interviewprogramma te geven. In een felicitatiefilmpje zei Klein onlangs, we weten dat je graag zo'n interviewprogramma zou willen maken voor Talpa. Ja. Dat zal nog wel even duren, vrees ik. Gene mag er volgens Klein wel over dromen. Hoe frustrerend is dat wel niet, reageerde Jeroen snel in RTL Boulevard. Vivienne van den Assem voegde eraan toe, wat een opmerkelijk filmpje. Lucky King merkte op, ja, apart hè? Vreemd. Het is ook raar dat ze hem verder niet meer gunnen dan zes en een quizje dat hij dan nog moet presenteren.